Een deel van de bewoners van de Kleine Deilakker en de Broerenstraat in Bolsward hebben een groot deel van de dag en avond zonder stroom gezeten. Ook de straatverlichting deed het niet. En dat betekende dat men in huis kaarsen moest opsteken om wat licht te hebben, zodat men de krant of een boek kon lezen. Medewerkers van Liander waren geruime tijd bezig om het probleem te verhelpen. En dat was toch nog wel lastig om te vinden. Eén van de drie fasen lag eruit en dat betekende ook dat één op de drie huizen geen stroom had. Omstreeks 6 uur was het punt gevonden waar de storing zich moest bevinden. En verdween ook de stroom bij die andere bewoners die tot dan toe geen problemen hadden. Na het vervangen van een stuk kabel was tegen 9 uur het probleem opgelost en kon het licht weer op.